Dat die laatste rapporten dat we wel meer meer gewonnen, hè? Ja, jongens. Zitten we er alweer in? Zitten we alweer in de kleedkamer. Straks voetballen weer, of? Ja, wat maandje nog. Ja. Maandje nog. Hey, wat? Een beetje met voorbereiding. Vertel eens, wat is er gebeurd vandaag? Ja, mijn vader vond dat de kleedkamer een beuk moest hebben. Dus ja, we zijn bezig om het even op te knoppen. De kleedkamer is de kleedkamer met de stoeltjes. Ja. Die is ineens groen-zwart. Clubkleuren. Zoals het hoort. Is het werk al helemaal klaar, jongens? Nee, nog niet. Het gaat er nog gebeuren. We moeten het zo schuipt ook nog doen. En het dekt niet in één keer, dus we zijn nog een dagje bezig. Hey, je hebt vanmorgen vroeg begonnen, want het is nu zaterdag. Ja. Hoe vroeg was je erbij vanmorgen? 8:30. We hebben wat vroeger dan ik. Hij was te laat. Oh? Hij was te laat? Ik was te laat. Hij was te laat. Nou ja, het is niet. Dat gebeurt wel vaak. Hey, vanmorgen vroeg begonnen. En toen, wat ben je toen gaan doen? Eerst zwart of eerst groen? Ja, we zijn weer zwart gemaakt. Ja. Zwart, wit, twee keer. En nu het groen is er nu één keer op, dus een blokken. Maar eerst als afplakken. Eerst afplakken, ja. Eerst dat was afplakken. De lijnen uitmeten, dat hebben we het al eerst gedaan. Ja. De maten. En dan volgende week een laklaag eroverheen. En de verzorging daarvan. Hey, het heeft ook wat centjes gekost. Dan moet je niet bij mij zijn. Nee, bij wie wel? Bij de sponsor. Bij de sponsor. Ja? Volgens mij houden we allemaal over nog. Ah, had je ook. Hey, was het vermoeiend werk, jongens, of ging het een beetje? Nee, het is nooit vermoeiend, als het leuk is. We hadden genoeg hulp. Ja, ja. Iedereen heeft ons goed verzorgd. Ah, je bent een hoogste. Ik heb alles in constant Hey, een groen-zwarte kleedkamer voor Dino 1 en voor nog heel veel meer elftallen. Voor wat voor seizoen eigenlijk? Ja, voor het seizoen wat... heel belangrijk geworden, denk ik. Ik heb al aankopen gezien van al die andere tegenstanders, maar... Ja, maar dat zegt niks, hè. Nee? We zaten dit jaar ook in de competitie dat de tegenstanders allemaal aankopen hadden gedaan. Oké. Toch niet? Met z'n allen ervoor gaan en dan gaat het best lukken, denk ik. Ik denk het ook wel. In een hele mooie kleedkamer. Sowieso. Misschien helpt het de basis is gelegd. Misschien helpt het een beetje mee.